spreek ook voor deze openbare raadsvergadering het ambtsgebed uit van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik heet u allen van harte welkom bij deze openbare raadsvergadering en ook iedereen die meekijkt, want ja, iedereen is natuurlijk heel erg benieuwd wat er straks zal gebeuren in deze raadsvergadering. Alleen de raadsleden die weten het. En ik ga de agenda conform aan u voorstellen. Afmeldingen zijn er van mevrouw Beulakker en de heer Dekker. En de vraag is natuurlijk ook aan u allen of u de presentielijst heeft getekend. Want zowel voor de besloten als voor de openbare zijn twee aparte vergaderingen. Ja, er loopt niemand, gaat niemand staan. Dan ga ik naar de vaststelling van de agenda en vraag u of iemand het woord wil voeren over de vaststelling van de agenda. Ik zie niemand staan. Dan wens iemand stemming. Ook niet. Dan gaan we conform het voorstel de agenda afwerken en komen wij bij agenda punt 3. De openbaarmaking aanbeveling nieuwe burgemeester gemeente Twenterand. En graag geef ik het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Smelt, om de aanbeveling van de raad voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Twenterand openbaar te maken. Voorzitter van de vertrouwenscommissie, aan u het woord en u gaat bij het spreekgestoel te staan om het woord te voeren. Voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Smelt, aan u het woord. Voorzitter van de Raad van de gemeente Twenterand, dank. Geachte raadsleden, collegeleden, luisteraars, inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, medewerkers van de gemeente Twenterand. Zojuist heeft de gemeenteraad in meerderheid haar nieuwe burgemeester gekozen. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie wil ik u, voordat wij de naam aan u bekendmaken, nog graag een aantal woorden aan u richten. Allereerst een woord van dank aan u voor het invullen van de enquête Ik Praat Mee, om welke burgemeester u nu specifiek voor ogen had, welke kenmerken u daarvoor belangrijk vond. Zowel door vele inwoners als bedrijfsleven is daardoor gebruik gemaakt en die input die hebben wij weer gebruikt voor het voeren van gesprekken, maar bovenal het opstellen van de profielschets die moest leiden naar onze nieuwe burgemeester. We hebben als vertrouwenscommissie veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei informatiebronnen waarbij u als inwoner en u als bedrijfsleven een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanaf mijn plaats namens de commissie heel veel dank daarvoor. De vertrouwenscommissie van de gemeente Twenterand heeft deze procedure met groot genoegen doorlopen en heeft in goede sfeer en eensgezindheid kunnen samenwerken om samen de beste voor Twenterand te vinden. En het is ons gelukt, beste mensen, om een burgemeester te vinden die zeer goed past binnen de profielschets die wij opgesteld hebben samen en die naar ons oordeel ook heel goed gaat passen bij onze gemeente en onze gemeenschap. We hebben in onze werkwijze gekozen om u een klein inkijkje te geven in de vertrouwenscommissie. Met toestemming van de kandidaten hebben wij een tweetal onderdelen gefilmd en die mogen wij u ook laten zien. Allereerst hebben wij na een korte voorstelronde van de vertrouwenscommissie aan de kandidaat gevraagd te dammen tegen de Nederlands kampioen dammen en tegen onze sportwethouder die tevens lid was van de vertrouwenscommissie. En aansluitend
hebben wij de kandidaat gevraagd in een elevator pitch in de vorm van een vlog zich voor te stellen aan in eerste instantie de vertrouwenscommissie, maar voor, in het bijzonder ook vanavond voor u, zodat u hem of haar ziet op de wijze zoals wij de kandidaat als eerste aantroffen. Dames en heren, ik houd u niet langer in spanning. Onze nieuwe burgemeester zal zichzelf aan u voorstellen. Graag maak ik namens de vertrouwenscommissie en namens de raad van de gemeente Twenteland nu bekend via het beeldmateriaal dat uw nieuwe burgemeester, de heer Broekhuizen, thans wethouder van Heerenveen is geworden. Dank u wel. En kijken we vol spanning naar het beeldmateriaal. En zal ik ook nog uiteraard na dit beeldmateriaal iets zeggen. Zo. Doe maar even zo. Ik kom dichterbij, want ik voel wel een beetje een afstand zo. Jullie kennen mijn cv, daar ga ik allemaal niet te veel van vertellen als Broekhuis. Waarom solliciteer ik op Twenteland? Vanaf het begin dat ik wist dat Twenteland vakant was, heb ik het een beetje gevolgd. Zodra de vacature ook werd geopend en jullie de profielschets hebben vastgesteld, heb ik daar natuurlijk dieper in gelezen. Wat trekt mij nou zo aan in Twenteland? Jullie vragen vooral van hands-on burgemeester, iemand die handen uit de mouwen steekt, niet zichzelf opsluit in het gemeentehuis en visionaire stukken maakt, maar eruit gaat, lobbyist en een belangenbehartiger voor Twenteland is en vooral contact zoekt met de inwoners en de ondernemers. En dat past mij aan de jas, dat vind ik ontzettend fijn om te doen. Ik zal straks ongetwijfeld nog even dieper op ingaan, want wie ben ik? Nou, u heeft mijn cv gezien, ik ben wethouder in de Heerenveen. Die aspecten die u benoemt in uw profielschets, die doe ik nu ook al als wethouder. Ik hou ervan om veel buiten het gemeentehuis contact te hebben met inwoners, met ondernemers, met wethouder economische zaken. En zeker in deze tijd heb ik heel veel contact met ondernemers. Want groot of klein, zet het allemaal op een eigen manier toch moeilijk en de gevolgen van de coronacrisis zijn er. Maar ook met inwoners, die gaan vaak naar hen toe als ze iets vragen of iets willen laten zien. Dan kan het gaan om iets heel kleins, zou je denken. Een boom die in de weg staat of een uitrit wat verkeerd ligt. Maar voor die mensen is dat heel belangrijk. En daarom wil ik er ook altijd energie in zetten. En geef ik er ook aandacht door bij het thuiskomen. En laat maar eens zien, waar staat dan die boom? Of hoe ligt die uitrit er? Wat vindt u daarvan? Dan kom ik tot een oordeel uiteindelijk. Maar dan ben ik wel daar geweest en heb contact met ze gehad. En ik hoor terug van hen hoe fijn ze dat vinden. Dus dat vind ik ook helemaal bij een burgemeester passen. En zijn voor de mensen, niet alleen dit soort dingen als klachten zijn dat de gemeente moet optreden. Maar ook, en dat vind ik ook een meerwaarde aan de burgemeester, is de burgervaderrol. Zodra er iets aan de hand is met die mensen, het huis brandt af of er is iets verschrikkelijks gebeurd op een andere manier, dat je een arm om hun schouder kunt slaan. Je kunt zeggen, nou, ik ben de burgemeester van de gemeente, hier ben ik. Vertel mijn verhaal. Soms kan ik niks doen misschien. Hè? Ik kan niet geen geld geven of ik kan geen wetten doen. Maar ik ben er wel voor. Dat is denk ik in het kort wie ik ben. En de rest komt denk ik in het gesprek. Ja, fijn. Ik ben wel blij. En ik mag toch als voorzitter van uw raad, maar ook als burgemeester en ik denk ook namens inwoners, bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, maar ook namens de medewerkers, onze nieuwe burgemeester, die op de aanbeveling staat, is de aanbeveling van onze nieuwe burgemeester. Mag ik u en allen die u lief zijn van harte feliciteren. En wij hopen ook straks u hier te mogen ontmoeten. Er gaat nog een hele procedure, want het is een aanbeveling, maar we willen u met die aanbeveling van harte feliciteren. Dank u en ik sluit bij deze de vergadering. En voor iedereen is er nog een hapje en een drankje om toch zonder de aanbeveling, de burgemeester, om dat met elkaar toch daarop te mogen toosten.